Gemeente, vorige week hebben we met u nagedacht over 1 Thessalonicenzen 1 en dan vooral de versen 2 tot en met 5. En ik hoop dat u nog hebt nagedacht over het centrale boodschap in dat stukje, want ons evangelie is onder u geweest. Niet zo'n moeilijke zin om te onthouden. En om daar ook wat mee te doen. Dus op te schrijven, en over na te denken. Want ons evangelie, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5, is onder u geweest. Ja, dat was een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis van die stad Thessalonica. En je hebt in de gewone geschiedenis belangrijke keerpunten. Begin van de Tweede Wereldoorlog, september 1939 was een belangrijk keerpunt. Het einde trouwens ook, er wordt nog steeds over gepraat. Er kunnen hele belangrijke keerpunten zijn in uw persoonlijk leven. Bijvoorbeeld dat u gedoopt bent of dat u tot genade bent opgestaan en er levend gemaakt bent. Een heel belangrijk keerpunt. Maar in die stad Thessalonica is ook zo'n belangrijk keerpunt. Ik denk eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat na eeuwen heidendom het evangelie tot die stad is gekomen. Het evangelie is onder u geweest. En Luther zegt van het evangelie, dat is de ware schat van de kerk. En dat is de boodschap van de genade en de barmhartigheid Gods. Wat is dat een wonder? En ook een onbegrijpelijk geheim, als die boodschap van de genade, van de barmhartigheid Gods tot zondige mensen komt, heidense mensen in dit geval. Dat is een keerpunt daar in die stad. En daar ontstaat dan een gemeente. Dat moeten we eerst goed onthouden en daar moeten we ook vandaag nog diep van doordrongen zijn. Dat het grote geschenk van God in deze wereld, dat is het evangelie van de persoon van de middelaar. En dat God nou ongevraagd, want niemand vroeg om die persoon, niemand had er ook om verlegen vanuit zichzelf. God zond zijn zoon ongevraagd naar deze wereld. En u kunt in het evangelie lezen hoe de Heer Jezus heeft omgewandeld in deze wereld en gezegd, die dorst die komen tot mij en drinken. Dat hij rondgewandeld heeft in deze wereld en tegen vermoeide en belaste mensen heeft gezegd, kom hierheen tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dat is het grote wonder van het evangelie. Dat God zijn zoon zond. Dat hij werd geboren in de kribbe. Dat hij stierf op het kruis van Golgotha en dat hij opstond uit de doden. En dat dat de enige boodschap is die ons kan redden. Alle andere boodschappen, wat we ook verzinnen, het kan ons geen vrede geven, het kan ons geen vreugde geven, het kan ons ook niet redden. En die ene boodschap kwam dus toen, 2000 jaar geleden, daar in Thessalonica. 49 jaar ongeveer na de geboorte van Christus. Paulus heeft het eerst daar gepreekt, op de tweede zendingsreis. En als hij dan uit die stad verjaagd is, Handelingen 17 staat dat, dan stuurt hij vanuit Korinthe, waar hij dan werkt op die tweede zin, een brief naar die gemeente. En dan brengt hij eens in herinnering wat daar gebeurd is, een jaar of 2, 3 geleden. Want ons evangelie is onder u geweest. En dan gaat Paulus verder schrijven in zijn brieven. Dan gaat de Heilige Geest ons eigenlijk verder onderwijzen over dat evangelie. Want dan staat er in vers 6, 7 en 8... iets wat we vandaag willen overdenken. En dan lees ik dat eerst aan u voor. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof,
dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Het gaat dus nog steeds over dat evangelie Gods, heilswoord. Paulus noemt dat ook in vers 6, het woord, aan het woord, met hoofdletter ziet u wel staan. Onthoud nou altijd, als u dat leest in de Bijbel, dan gaat het over Gods heilswoord. En je komt wel eens de verwarring tegen dat mensen het woord, dat is de Bijbel, ja. Maar dan de Bijbel wel als heilsboodschap. Hè? Gods heilsboodschap, dat is het woord. En dat woord hebt u aangenomen. Dat is het eerste waar we over na gaan denken. Het gaat over Gods heilswoord en is in de eerste plaats aangenomen. Het is onder u geweest en u hebt het aangenomen. Dat is het eerste waar Paulus op wijst. In de tweede plaats zegt Paulus dan in vers 6... Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. Aannemen en navolging. Dus eerst dat woord aannemen en dan vervolgens een navolger worden. Dat is het tweede wat ermee samenhangt. En dan tenslotte in het derde, vers 7 en vers 8... Alzo dat gij voorbeelden geworden zijn. Dat huiswoord stelt ook tot een voorbeeld. En dat wordt dus werd zichtbaar, merkbaar, daar in Thessalonica. De mensen werden voorbeelden. Nou, dat is dan waar we vanmorgen over na gaan denken. Over dat huiswoord van God. 1. Wordt aangenomen. 2. Wordt nagevolgd en in de derde plaats stelt tot voorbeeld. Dat is waar dat je mensen die christenen ziet lopen in Thessalonica. Kijk, dat die man is christen, kun je zien. Een voorbeeld. Zo bedoelt Paulus dat. Zo krachtig was die vernieuwing in dat leven van die heidense mensen. Je kon het zien, je kon het merken. Kijk, dat is er een. Die gaat naar die gemeente waar de Jezus wordt gesproken. Tot voorbeeld. Dus daar gaan we over nadenken vanuit dit gedeelte uit Gods woord. Gemeente, dat heilswoord, daar kom ik nog even op terug. Dat is dus een heel belangrijk keerpunt. Die boodschap is daar gekomen. Het evangelie, ons evangelie is tot u gekomen. En nou zien we in de Bijbel dat de Jezus het evangelie heeft gepreekt. Dat is een omwandeling op aarde. We zien ook dat de apostelen dat evangelie hebben gepreekt. Paulus, Petrus bijvoorbeeld op de Pinksterdag. En dat dat evangelie ook iets uitwerkt. Je ziet het al op de Pinksterdag, er zijn een heleboel mensen en die zeggen die Petrus en die apostelen, die zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken mensen. Want wat ze ons vertellen, dat is toch te gek om los te lopen eigenlijk. Ik zeg het een beetje eenvoudig, zodat u het begrijpt. En dat was ook zo bij de boodschap van Paulus. Als hij dan in dat grote Romeinse Rijk preekte, dan had hij een heel publiek onder zich op het Areopagus en in Korinthe en in Rome en waar dan ook. En iedere keer opnieuw merkte hij dat hij zich voor dat evangelie niet moest schamen. Dat zegt hij ook in Romeinen 1 vers 16 en 17. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Hoezo niet schamen? Was dat dan zo'n schaamtelijke, zo'n vreemde boodschap? Ja, dat was een hele vreemde boodschap. Die gemiddelde Romein en die gemiddelde Griek en ook de Joden, die stonden naar die boodschap van Paulus te luisteren en zeiden ja, er is een God, een schepper. En die God die is door de zonde vertorend en nu heeft God zijn zoon naar de aarde gezonden. Die is geboren in een kribbe en daarna heeft hij 33 jaar lang rondgewandeld op deze wereld. God zelf dus in de menselijke natuur, nou dat vonden de Romeinen en Grieken al heel merkwaardig, maar toen is hij gestorven door een rechterlijk orde van Pilatus en daarna stond hij weer op uit de dood, lichamelijk weer op. Nou, als Paulus dat tegen Festus bijvoorbeeld zegt, een Romeinse man, dan zegt Festus, Paulus, hou nou alsjeblieft op, want uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Dat is dus de natuurlijke reactie op het evangelie.
Op Gods goede boodschap van redding is de natuurlijke reactie van mensen dat ze zeggen van hou alsjeblieft op met dit soort dwaasheden, want daar geloven wij gewoon niet in. Dat u dat wel even zich realiseert. Dat het evangelie een reactie oproept. Ook bij u, ook bij mij. En die reactie is, de Joden een ergernis, daar struikelen we over, dat kan niet waar zijn. En de Grieken een dwaasheid, ze hebben er Paulus om uitgelachen. In de meest letterlijke zin. Wat wil toch deze klapper, en dan staat er in het Grieks een soort praatjesmaker. Wat een dwaze man toch. Dat die met al die talenkennis die hij heeft tot dit soort gekke dwaasheden komt. Dat betekent dat het evangelie niet naar de mens is. Het komt dus niet op uit de mens. Paulus heeft dat niet zelf bedacht. Het komt uit God. En God zegt, ik verkondig in deze wereld heil, redding. En dat doe ik door mijn zoon. Hij is de enige die zondaren kan redden. Niemand anders. Dat kan een kerk niet, dat kunnen mensen niet, dat kunnen engelen niet. Dat doet mijn zoon. Hij is de redder. Hij is de verlosser. Daarom sterft hij, daarom staat hij weer op uit de doden en daarom is hij nu aan Gods rechterhand. Hij is de enige die u en mij kan redden. Verder is er geen ene redder in heel deze wereld te vinden. Dus dat u dat maar eens onthoudt. En ik hoop ook dat u dat verschrikt. Want vaak zijn we toch bezig om onszelf te redden. Dat geldt zowel in het gewone leven, maar dat geldt ook in het geestelijke. En dan hebben we hier is wat en daar is wat. En we stapelen zo wat op. En gemeente, denk erom. Als u gaat sterven, dan hebt u met alles wat van u is helemaal niks. Hè? Want dat keurt God allemaal af. Dan is er wat anders nodig. Dan is er die Christus der Schriften nodig. En dat u in hem begrepen bent. Als u buiten hem bent, dan is het voor eeuwig kwijt. En als u in hem bent, bent u voor eeuwig behouden. Nou, die boodschap heeft Paulus dus gebracht. Dat evangelie is onder u geweest. En dan vervolgens, en dat is dan ook het mooie van onze tekst, vers 6, zegt Paulus tegen die mensen in Thessalonica dat ze het woord aangenomen hebbende. Hebbende. Een deelwoord. Dat hebben ze niet één keer gedaan, maar dat hebben ze iedere keer weer opnieuw gedaan. Een keer begonnen. En daarna hebben ze dat ook voortdurend herhaald. Het woord, het heilswoord, aangenomen. Dus er waren een heleboel Joden, ook heiden, die hebben het niet aangenomen. En dat is de natuurlijke en meest begrijpelijke reactie. Van een mens op de verkondiging van het evangelie. Misschien is het ook bij u wel een hele bekende reactie. U hoort het, maar u zegt, ja, nou ja, ik hoop maar dat het ook voor mij waar mag worden. En dat hoop ik dan ook voor u. Maar als u het nog niet aangenomen hebt, dan is het dus nog niet goed. En dan kunt u jong zijn en denkt u, nou, ik heb de tijd nog wel. Dan kunt u wat ouder worden, maar denk erom, gemeente, los van de Heer Jezus en los van het evangelie, wandelt u op de rand van de afgrond. En er komt geen één zondaar de hemel binnen, dan alleen door een waar geloof in Jezus Christus, doordat hij de zaligmaker daadwerkelijk heeft aangenomen. En als u dan op de rand van de afgrond wandelt en u valt er een keer af, dan stort u in de rampzaligheid neer. Ik zeg het misschien een beetje scherp. En ik hoop niet dat u denkt dat ik er nou op uit ben om hel en verdoemenis te preken, maar wel om ons eerlijk met onszelf om te gaan. Waar het nou om gaat. En wat in die brieven van Paulus iedere keer weer naar voren komt. Kijk maar aan het slot van dit hoofdstuk, die ons verlost van de toekomende toren. Dus Paulus zegt tegen die mensen, u wandelt op de rand van de afgrond. Eén stap mis en u bent voor eeuwig verloren. En dan preekt hij dat evangelie. Gods reddende boodschap. En dan
Velen hebben dat naast zich neergelegd en die zijn boos geworden. Handelingen 17, kunnen dat lezen. En ze hebben Paulus daar weggeschopt uit Thessalonica. He, ze hebben zelfs nagewand, ze hebben allemaal ruzie met hem gemaakt enzovoorts. En er zijn ook die hebben dat woord aangenomen. Het woord aangenomen hebbende. Ja, dat heilswoord aangenomen. Die persoon waarin het in het evangelie om gaat, aangenomen. Dat gaat dus om het gelovig aannemen van de Heer Jezus. En nu weet ik wel, dat woord aannemen, dat is onder ons wel eens wat in een wat verdachte reuk komen te staan. Omdat er ook een heleboel mensen zijn die net doen alsof dat aannemen. De meest vanzelfsprekende houding is van de mens hier op aarde. Ja, natuurlijk, we nemen dat gewoon aan. Alsof er geen wonderen van genade nodig zijn. Gemeente, dan hebben we een menselijk aannemen. En dan hebben we dat woord aannemen dus totaal verkeerd gelezen in de Bijbel. Dat kan. Daar zijn ook voorbeelden van in de Bijbel. Ananias en Safira bijvoorbeeld. Ja, die hadden ook waarschijnlijk op de Pinksterdag meegeluisterd. Die vonden dat ook wel belangrijk wat Paulus zei. En toen dacht Petrus, en toen dachten ze bij ons, nou laten wij ook maar ons aansluiten bij die gemeente. Ze hadden dus, naar het leek, dat woord aangenomen. Maar dan duurt het een poosje en dan, ja. En dan komt plotseling zomaar openbaar dat ze dat niet met hun hele hart hebben gedaan. En dan hier is Safira en Simon de tovenaar, is ook een voorbeeld uit de handelingen. In het Oude Testament, Orpa. Had ook dat woord wel aangenomen, maar niet met het hele hart. Dus dat is dus mogelijk dat we dat evangelie aannemen, maar dan niet met ons hele hart. En dan raakt het op termijn, raken we het ook weer kwijt. Dat is dus een mogelijkheid. En daarom moeten we altijd dat woord aannemen verder uitwerken. Wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Wat bedoelt de apostel hiermee? Hij bedoelt dat gelovig, dus het oprecht gelovig aannemen. Waarvan we bijvoorbeeld lezen in het evangelie van Marcus. Dat gaat dan over de gelijkenis van de zaaier. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn. Welke het woord horen, zegt de Heer Jezus, en aannemen. En dragen vruchten, het een 30, het ander 60, het ander 100-voud. In het evangelie van Johannes, Johannes 1, vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. En in Handelingen 2, vers 41, de Pinksterpreek van Petrus, die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En in 1 Korinthe 15 zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie wat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen heb in het welk gij ook staat. Verkondigd en aangenomen. Verkondigd en aangenomen. U komt het permanent tegen in de brieven van de apostel. Colossenzen 2 vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Wat is dat dan, dat gelovige aannemen? Zullen we daar een paar dingen over zeggen? Dat is in de eerste plaats een heel persoonlijk aannemen. Kijk, we zitten hier nu met z'n allen. Je kunt met elkaar gaan praten en zo, en dat is goed. En dan gaan we elkaar ook beïnvloeden. En dan zeg je van, nou, ja, mijn buren doen, dan laat ik het ook maar doen. En dat heb je met kleding bijvoorbeeld. Hè. Mensen zeggen van, nou, de mode, en dan doet iedereen een bepaalde kleur. En dan doe je dat ook, doe je zo een beetje mee. Een soort collectief proces. Nou, dat is dus het aannemen van het evangelie niet. We zitten hier wel met z'n allen, maar dat is heel persoonlijk. Het is niet een soort collectief proces. Wie dat evangelie aanneemt, die krijgt persoonlijk met God te doen. Die krijgt persoonlijk met zijn arme ziel te doen. Die krijgt persoonlijk met het woord God te doen. En dat worden dus persoonlijke dingen in zijn leven. Zullen we dat eerst eens goed onderstrepen?
dat we natuurlijk met elkaar over de Bijbel mogen praten. Dat kunnen we niet genoeg doen. Dat we natuurlijk met elkaar naar de kerk komen. En wees daar heel erg getrouw in. Wees daar ook heel zorgvuldig in. Laat uw plaats nooit leeg. Dat is alleen maar tot schade van uw ziel. Maar dat u dat evangelie aanneemt, dat is wel persoonlijk. En je komt erachter dat als het gaat om ons eeuwig heil, er is geen mens op de aarde die me helpen kan. Heb je dat ook wel eens ervaren? Alleen op de wereld stond. En dat u allerlei goede dingen hoort en ook van allerlei goede mensen wat zag. Maar dat het er voor u persoonlijk wel op aankwam. Ja, zegt, daar ben ik nou mee eens, dominee. Persoonlijk. En dan gaat u een heel verhaal eromheen hangen. En dan zegt u, oh, nee, dat bedoel, ik bedoel niet, ben u in uw eigen ogen rechtzinnig. Ik bedoel, ben u verbroken? Is het door schande en schade dat u nog leeft als u geboren bent? En zit u 's morgens in de kerk en denkt u, oh God, als ik vandaag kom, dan stem ik voor eeuwen om eigen schuld kwijt. Dat die dingen persoonlijk gaan wegen in ons leven. U hebt het aangenomen, Paulus. Dat is zelf ook in Damascus gedaan, hè? En daarna iedere keer weer opnieuw. Dat had Rut gedaan. Dat heeft Petrus gedaan. Dat heeft Mozes gedaan, persoonlijk aangenomen. Dat is iets wat al Gods kinderen doen. Er zijn dingen in hun leven waar God van weet en waar zelf van weet, en verder niemand. Dat is de verborgen omgang. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat aannemen is dus persoonlijk. Aangenomen hebbende. Dat aannemen, dat heeft ook doelgericht, dat heeft ook een voorwerp. Want Paulus zegt erbij, het woord van de Heer hebben ze het woord aangenomen, het heilswoord. Kijk, als wij dus iets aannemen, bijvoorbeeld die Bijbel, en dan iemand reikt ermee aan, en dan kan ik hem aannemen. Dat snapt u, dat snapt zelfs een kind. Je kunt het ook zeggen, nou, ik hoef dat niet, ik heb al een Bijbel of zo, of ik vind het niet zo belangrijk, dus laat maar iemand anders. Zo is het met dat woord ook. Je kunt dus alle dingen aannemen. Er is een keur aan dingen, aan wereldse dingen, er zijn aardse dingen, er zijn dingen in de kerk. En dat u zegt van, nee, maar ik neem bijvoorbeeld aan dat iemand een boek heeft geschreven, een boek vind ik belangrijk, of die persoon die zegt ook dat ik bekeerd ben. Nou, en als die dat zegt, dan zal het wel waar zijn en zo. Dat neem ik dan aan en dan hoop ik maar dat God het ook vindt. Zoiets. De gemeente, dan hebt u precies het verkeerde voorwerp. Want dat aannemen, dat richt zich uiteindelijk maar op één ding. Op één persoon. En ik hoop dat ik dat aan u duidelijk gemaakt, want als Gods geest in ons leven komt, dan laat hij ons zien dat we zo diep in de ellende zitten. Dat op heel de wereld er niemand is te vinden die mij kan redden. En die ellende is gekomen door eigen schuld. Dan zet God een zondaar stil. En dan kan die kunsten maken. Dan kan die, ik weet niet wat voor geestelijke acrobatiek uit gaan halen, maar hij komt er niet uit. Hij ligt in zijn ellende en blijft in zijn ellende. Want de doodstaat is volledig. We moeten nou ooit uit die ellende opkomen. En dat kan niet. Dat kan niet. Heb je dat ook gezegd dat dat helemaal niet meer kon? En toen zei, uw doen is rein, uw vormen schandelijk vaar. Heb u dat ook wel eens? Dat u zo de hopeloosheid in uzelf tegenkwam. En weet u wat dan gericht betekent? Persoonlijk en gericht. Dat geloof, dat het aannemen, het heeft een voorwerp. En de enige, de
enige die me redden kan. En redden wil en redden zal. Dat is de Heer Jezus en verder niemand. En dat is een ander geheim dat eerder de kinderen leerden. Dat ze in hun weg door deze wereld er tenslotte maar één overhoudt. Zulke is mijn liefde, o gij dochter van Jeruzalem. En dat het in het evangelie in dat heilswoord gaat om die persoonlijke toe-eigening, die persoonlijke ontmoeting van met de Heer Jezus. En komen die zeggen, wat is dan geloof? Dat is dat we de Heer Jezus het ja-woord geven. De Heer Jezus het ja-woord geven. Hij neemt het voorbeeld van een huwelijk en zegt, nou gaat er een huwelijk. Een huwelijk, dat wordt gesloten dat die man ja zegt tegen die vrouw en die vrouw zegt ja tegen die man. U weet wel, als u getrouwd bent, hoe dat gebeurde, daar was u bij. Nou, dat is nu wat de Heer zijn kinderen leert. Dat er een moment komt in uw leven. Niet alleen voor het eerst. Maar ook opnieuw. Als de Heer Jezus het ja-woord van uw leven geeft. En gemeente, dat zijn dingen die gebeuren niet in een hoekje. Dat gebeurt niet s'nachts als je slecht te slapen of zo. En dat je volgende, hé, ja, nee. Dat zijn dingen. Nou ja. Neem Zacchaeus. Lucas die komt bij hem, die wil zijn evangelie schrijven door de Heilige Geest. En dan zegt Zacchaeus, vertel me nou eens hoe is dat gegaan. En toen is Zacchaeus. Eén zin uit de mond van de Heer Jezus nooit vergeet. En toen zat ik daar in die boom, zegt Zacchaeus. En toen wandelde er onder de Heer Jezus en ik keek naar hem. En toen bleef hij stil en toen zei hij tegen mij, hij keek me aan, dat staat nadrukkelijk in de Bijbel zo, hij keek me aan. En toen noemde hij mijn naam, Zacchaeus, haast u en kom maar, want ik moet heen in uw huis blijven. Toen heeft de Heer Jezus zich geopenbaard, toen heeft de Heer Jezus aangenomen. Tot zijn eeuwig heil. En zo staan er tientallen, nee, honderden voorbeelden in de Bijbel. Van mensen die de Jezus persoonlijk hebben aangenomen. En dat is ook vandaag nog gemeente. Er is een volk op aarde. We hebben het geleerd. Dat er maar één is die hen redden kan. En alles wat ze meer hebben dan dit, dat is te veel. En alles wat ze minder hebben, is te kort. Die zijn alleen maar blij. Als ze door dat persoonlijke geloof de Heer Jezus hebben aangenomen en weer eens opnieuw aannemen. Die lege hand weer eens gevuld wordt met die volheid van de Heer Jezus. Het woord aangenomen hebben. Heb u dat nou ook gemeend? Zijn allemaal vreemde dingen voor u of voor jou? Zoek toch de Heere. En leef. Zullen we nou eens naar de tweede gedachte? Wat werkt dat dan uit? Dat heilswoord van God. Aangenomen. En de tweede plaats nagevolgd. Kijk maar in de tekst. Daar staat in vers 6. Gij zijt onze navolgers geworden. En des Heeren. En dan zegt Paulus, na wat we nu hebben overdag. In veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geest. Dus als ik dat nou lees. Er staat in het zesde vers, nadat ze het evangelie hebben aangenomen, zijn ze navolgers geworden. En in de tweede plaats bracht dat verdrukking met zich mee. En in de derde plaats werden ze daardoor vervuld met de blijdschap van de Heilige Geest. Navolgers, verdrukking en blijdschap. Dat zijn de drie dingen van mijn tweede punt. Dat evangelie wordt aangenomen. Dat is dus niet een hersenschim, maar dat is een hele krachtige realiteit. En vervolgens heeft dat ook effect op het leven van mensen. Kijk, een evangelie zonder effect, dat is leugen. Dan zitten we onszelf te bedriegen. Het evangelie heeft altijd een uitwerking. Een uitwerking in je persoonlijk leven, een uitwerking in het gezin, een uitwerking in de familie waarin je leeft, een uitwerking in de omgeving waarin je werkt. Een evangelie zonder uitwerking, gemeente, dat is het ware evangelie niet.
Dit heeft ook een uitwerking. En dan drie dingen noemt Paulus daar in Thessalonica. Denk erom, het was een heidense stad. 100.000 inwoners, een belangrijke coördinerend centrum, de hoofdstad van Macedonië. Dus vol op heidendom. En dan heidendom in de meest afschuwelijke vormen. En daar ontstaat dan die christelijke gemeente en daar worden die mensen navolgers. En dan zegt Paulus in eerste plaats, bent u een navolger geworden van ons. Hij bedoelt dan Silas, Timotheus en hemzelf. En daarmee ook een navolger van de Heer. En dan bedoelt hij de Heer Jezus. Met onze navolgers en van de Heer Jezus en des Heeren. Dus door dat geloof, en door dat geloof waarmee ze hebben aangezien, zijn ze ook de Heer Jezus gaan navolgen. En de Heer Jezus werd door Paulus gepreekt. En dus wie de Heer Jezus was, dat werd eigenlijk het meest zichtbaar in de persoon van Paulus. En daar zei Paulus, door de genade ben ik die ik ben. Heb u mij nagevolgd en in wat u van mij hoort en wat u van mij ziet, ziet u dus iets van dat werk van Christus. Want ik ben met Christus kruis en ik leef, toch niet met ik, maar Christus leeft in mij. Schrijft Paulus in de Galatenbrief. En daarom bent u mijn navolger geworden. Wat ik dus doe, dat doet u na. U wordt een discipel. Dan niet van Paulus, maar van de Heer Jezus en des Heer en de Heer Jezus. En het is dan een gehoorzaam navolgen. Want dat moet u eerst altijd goed onthouden. Het evangelie en het geloof maakt gehoorzaam. Gehoorzaam niet aan elkaar of niet aan mensen, maar aan God en aan het woord van God. We zien dat heel duidelijk bij Abraham, we zien dat bij Isaac, we zien dat bij Jacob, we zien dat bij Noach. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar. En dan zeg je, ja, dat begrijp ik. Oh, begrijp je dat goed? U moet maar eens in zo'n heidense stad christelijk gaan leven. Nou, de duivel weet ervan en de mensen weten er ook van. En binnen de kortste keren bent u de zwartste of de meest lelijke persoon van heel de stad. En dan zijn er een hoop die vallen af of die worden geen navel, maar de ware navel, die blijven volharden. Denk aan Abraham. Die werd een gelovige, een gehoorzame, en kwam die in Kanaan. En toen waren de Kanaanieten de vijanden in dat land. En toen zouden wij zeggen, nou Abraham, stop er maar mee. Nee, hij bleef volharden. En God had hem wat beloofd. En zo is het nog steeds gemeente. Een ware christen is natuurlijk met vallen en opstaan wel een navolger van de Heer Jezus. En die heeft hij lief. Natuurlijk, als hij getrouwd is, heeft zijn vrouw of zijn man lief, heeft zijn kinderen lief. En dat is allemaal heel belangrijk. En daar gaan we natuurlijk helemaal niks van zeggen. Maar de eerste plaats heeft hij Jezus lief. En wordt hij een gehoorzame discipel van zijn heilige. En dan zegt hij, ze hebben u gehaat, ze hebben mij gehaat, zullen u ook haten. Ja, dat zal. En ze hebben over de Heer Jezus van alles en nog wat gezegd. Een vraten, een wijnzuiper, een slecht mens, noem allemaal maar op. Dat zullen ze van zijn navolgers ook zeggen. Dat hoort er allemaal bij. En soms dan ben je er een beetje verdrietig van en soms word je er nog blij om ook, want het hoort erbij. Laat de mensen maar schelden, gemeente. Als die persoonlijke verhouding maar op orde is. Navolger. In gehoorzaamheid. En in de tweede plaats, dan staat er dan ook bij met verdrukking. Ja. Nou leven wij in een rustig land en een welvarend land. En dat mogen we waarderen. We zitten hier ook rustig in de kerk. Er is hier geen politie. Er zijn hier geen mannen met pistolen die ons willen doodschieten. Er zijn ook geen mensen die ons te grazen nemen en zo. We hebben alle rust. Dat is een gave van God. Maar dat evangelie gaat wel met verdrukking gepaard. De Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daar waar iemand oprecht dat evangelie beleidt, zullen ook dingen komen in zijn leven die hem pijn doen, die hem in mensen teleurstellen, waardoor hij raadsels heeft, dus weg, maar die horen er wel bij. De Heer Jezus werd veracht en de onwaarde stond met. Paulus werd weggejaagd uit Thessalonica. En zijn discipelen dus ook. Daar moeten we helemaal niet zo vreemd over opkijken. De Heer heeft mij gehaat, zo ook u haat.
dat hoort erbij. U zegt, ja, daar heb ik nou helemaal geen last van. Dan zou ik u willen aanbevelen om toch eens wat heiliger te leven. Nee, niet ruzieachtiger te gaan, nee, ruzie maken, dat hoeft niet. Maar gewoon heilig te gaan leven. Gewoon stipt naar die 10 geboden die u vanmorgen hebt gehoord te gaan leven. En u daaraan te houden. Dan zult u vanzelf merken dat u in deze seculiere wereld niet meer zo makkelijk in een winkel kunt werken. Want dan zeggen, wil u op zondag niet meer werken? Zegt meneer, wat voor tijd komt u eigenlijk? Dan kom je vanzelf wel achter. En dan kom je ook in een kerk wel achter. Want dan doe je niet mee met de meerderheid en dat soort dingen meer. Maar dan begin je te wandelen naar wat de Heere zegt. En dat is de norm. En dat brengt dan ook soms een heleboel strijd met zich mee. En tenslotte in de derde plaats, en dat is ook wel wonderlijk. Hè? Dat heeft Paulus trouwens ook zelf ervaren. Verdrukt en toch blij, zegt hij. Kijk maar in vers 6. Met de blijdschap van de Heilige Geest. Kijk, dat is, dat moet ik even uitleggen. Want dat is een hele tere en een hele kostbare zaak voor Gods kinderen. Roemen in de verdrukking. Dat er soms hele moeilijke dingen kunnen zijn. Hè? En dat de wereld en de mensen erom uitlachen. Maar dat de Heer van binnen door het innerlijke getuigenis zijn goedkeuring geeft. En gemeente, dat is een geheim. Johannes schrijft even zijn brieven. Dat hij weet dat het evangelie waar is, omdat Gods geest hem daar getuigenis van geeft. En dat is een geheim, gemeente. Wat Gods kinderen met zich meedragen. Dat soms in de grootste smart en in de diepste vernederingen er één is die hen staande houdt. En dat hij de geest zijn werk bevestigt en onderstreept. De apostel Paulus geeft er verschillende voorbeelden van in de handelingen, ook in zijn brieven. Als hij in de gevangenis in Rome zit en zijn oordeel, zijn doodvonnis al is uitgesproken. En hij zegt, iedereen heeft me verlaten. Dan mag hij ook zeggen, en dat is de vreugde van de Heilige Geest, ik heb de goede strijd gestreden. En Job is ook een heel belangrijk voorbeeld in het Oude Testament. Als zijn vrienden hem afvallen. Zijn vrouw zegt, jongen, maak er maar een eind aan, want je hebt je helemaal vergist in alles. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is de vreugde van de Heilige Geest. Dat is ook die verborgen en ja, die verborgen werking van Gods Geest, waardoor de kerk staande wordt gehouden. Die door de wereld wordt gehaat, die door de godsdienst niet wordt begrepen, maar die Gods kinderen ontvangen in het strijdperk van dit leven. De vreugde, de blijdschap des Heilige Geest. En daarom zegt hij ook tegen de gemeente van Filippi, ook zo'n gemeente in Macedonië, verblijd u in de Heer. Wederom zeg ik u, verblijd u. Want laat ik er dat nog wel even bij zeggen, voordat u nou denkt van het leven der genade, dat is de hele dag met je hoofd scheef lopen en moeilijk doen en ingewikkeld doen en nadoen en denken dat het allemaal, nee, het is het meest vreugdevolle leven. Het is het meest aangename leven. Het leven in de wetenschap dat er één is die voor je zorgt. Dat er één is die je lief heeft. En een onuitsprekelijk, onverbrekelijke liefde. Die mij lief gehad heeft. Die zo voor mij gegeven heeft. En dat is de kracht van de kerk. En dat is het geheim van het ware geloof. Aangenomen. Nagevolgd. En tenslotte wijst Paulus nog op iets. Vers 7. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt van de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord zeer luidbaar of uitgegaan. Er werd overal over gesproken.
Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat u op God hebt uitgegaan. Eerst even de vraag voor de kinderen, die twee namen, Macedonië en Achaïe. Dat zijn twee provincies in het huidige Griekenland. De eerste plek in Europa die met het evangelie werd bereikt is Griekenland. Daar werd Filippi lag in Griekenland, in Macedonië, en daar werd Lydia bekeerd. Daar werd de stokbewaarder bekeerd. Dus in Griekenland, daar is het begonnen, in het huidige Griekenland. En later is het toen naar Italië gegaan, naar Rome en weer later naar Frankrijk. En tenslotte ook naar de Nederlanden. En dan zitten we al in de 8e eeuw, dan zitten we al ongeveer 800 jaar verder. Maar het is begonnen in Griekenland. En Macedonië en Achaïe waren twee provincies. Er waren nog wel meer provincies. Azië, dat was het huidige Turkije, dat was het noemde men Azië, Klein-Azië. En zo is het evangelie verspreid. En dan zegt Paulus, u bent voorbeelden geworden. Dus je hebt het aangenomen. U hebt het nagevolgd. Het werd dus zichtbaar. U hebt het, wat God in zijn wet zegt, gehoorzaam onder alle verdrukking enzovoorts. En tenslotte werd u een voorbeeld. Een type. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, Paulus bedoelt daar twee dingen in de eerste plaats mee. Dat daar in die heidense stad met 100.000 inwoners, met veel afgoderij en geweld en losbandigheid en noem allemaal maar op, dat daar oprechte christenen liepen en woonden. En dat die oprechte christenen voorbeelden waren van, ik noem zomaar een paar dingen, zuivere levenswandel in de zin van ja is ja en nee is nee. Eerlijk zijn. In een reine levenswandel. Dat ze aandacht gingen besteden aan hun huwelijk en aan hun gezin. In hun bewogenheid met medemens. Waar ze voor gingen zorgen. In plaats dus van gewelddadigheid en losbandigheid op allerlei terreinen, want dat was een heidense samenleving, ontstonden daar kleine, hele kleine gemeenschappen. En liepen daar mensen rond die precies het tegenovergestelde deden. Voorbeelden. Wat doen die mensen toch anders? Wat is dat gedrag van die mensen toch anders geworden? Voorbeelden. In hun persoonlijk leven, in hun huwelijksleven, in hun omgang met medemensen. Voorbeelden geworden. Dat bedoelt Paulus. En dat werd zichtbaar en merkbaar in die stad Thessalonica. En het werd zelfs merkbaar in die provincie waar Thessalonica lag, in Macedonië. En het werd ook binnen de provincie die eronder lag, dat was Achaïe, waar het huidige waar Athene ligt en zo. Zuiden van Griekenland. En zelfs daarbuiten, tot in Rome en in het hele Romeinse Rijk toe. Want door Thessalonica liep een grote weg, de Via Egnatia. En er was een enorm handelsverkeer over die weg. En er werd daar in Thessalonica, daar is iets aan de hand. Daar zijn mensen die totaal in strijd met de gewoonten van de stad en met die proberen op een hele nieuwe manier te leven. Op een hele zuivere manier. Op een hele eerlijke manier. En zo werden die mensen voorbeelden. O zoon, maar kom ze beeld gelijk. Navolgers. Een voorbeeld, dat het dus zichtbaar, merkbaar, luidbaar werd. Een evangelie wat we hebben aangenomen, wat niet merkbaar wordt, dat klopt niet, gemeente. Als we nooit een goed woord voor onze medemensen hebben. Als we nooit kunnen uitstralen dat we een ander lief hebben. En dat we bijvoorbeeld in ons huwelijk, de een de ander uitnemend achter dan onszelf. En met onze kinderen, dat we hun voorbeeld willen zijn. En dat dat gestalte krijgt. Dat is een voorbeeld. Dat zelfs de wereld zegt, het zijn wel rare mensen. Maar op hun leven valt niets aan te merken. Dat zijn voorbeelden. Al de ouderen, dat was een ouder, de kurken waar heel de wereld op drijft. De kerk Gods is een kurk waarop de wereld drijft.
En met u nu ook zo'n kurk. Een voorbeeld voor uw omgeving. Nee, niet dat u zegt van, kijk mij eens hoe goed ik ben. Nee, maar dat moet u niet zelf zijn, dat de mensen het om u heen zeggen. Het is wel een man, die gaat zondags een beetje naar een kerk. En dan zit hij anderhalf uur naar een preek te luisteren. Hij leest ook in een boek, de Bijbel en zo. Maar het is wel een eerlijke vent. Het is wel een bewogen man. Je doet nooit een vergeefs beroep op hem. En je kunt zien in zijn gezin en zo. Hij heeft er alles voor over. Dat is een voorbeeld. Een voorbeeld van het werkelijk ware christen zijn. En dat kreeg daar in Thessalonica gestalt. En dan zegt onze kanttekenaar bij dat woord voorbeelden een paar dingen. In de eerste plaats zijn ze als voorbeeld standvastig. Een standvastig voorbeeld. Gemeente, dat is al in de eerste plaats heel belangrijk. Want iedereen heeft wel eens goede voornemens. Hè? We gaan het toch anders doen. Ja, anders doen. En dan kunnen we een dag hebben en twee dagen. Maar na dag drie ben je het vergeten. De goede voornemens zijn gauw vergeten. Goede voornemens op een ziekbed. Goede voornemens in je gezin. Goede voornemens in je persoonlijk leven. Ik ga nou elke dag in ieder geval 1 kolom uit de Bijbel. Ik ga dit jaar de hele Bijbel door. Goed voornemen. Ja. Maar dan moet u het ook wel doen. En die oude Schotse theologen hadden daar een principe voor. Die zeiden, dan gaan we een verbond maken met de Heer. Dan gaan we de Heer dat beloven. Dan doen we het ook. Heb u dat ook wel eens? Dat u ook standvastig bent in het voorbeeld zijn. Er waren ook in de tijd van Paulus mensen die waren niet standvast. Demas had de tegenwoordige wereld lief gekregen. En Judas liep ook een poosje mee, maar we weten hoe het is afgelopen met Judas. En Petrus dan, ja, dat is erg, hè. Die standvastigheid die is ook bij Gods kinderen. En dan ga ik nou niet zeggen dat u denkt van gelukkig, ik kan ook wel eens een keer een beetje de hand lichten met die standvastigheid. Nee. Want er heeft Petrus wel heel erg veel pijn gedaan die dat gedaan heeft. Als kinderen kunnen ook struikelen. Laat de Heer zich even voelen en merken dat ze totaal afhankelijk zijn van hem en van niemand anders. Het blijft wel de roeping om standvastig te zijn. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Tweede plaats. Een voorbeeld. En dan zegt de kanttekenaar in leidzaamheid. Dat is leidzaam met ons geduld. Kijk, de Heer aannemen. Dat goede woord aannemen. Dat goede woord een navolger zijn. En dan tenslotte een voorbeeld. Dat, u begrijpt toch ook wel dat de duivel daar een geweldige hekel aan heeft. Dat mensen gaan leven naar Gods geboden. Dat mensen zich gegrepen weten door het evangelie. Nou, daar komt hij onmiddellijk op af. De Heer Jezus werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de duivel. En als er dan een kind van God is, dan komt de duivel op af. En die probeert op allerlei manieren, op een verschrikkelijke manier, allerlei strikken te zetten. Hem tot struikelen te brengen. En de duivel heeft ook nog een hele reeks instrumenten. Mensen in je omgeving en dingen in je omgeving. En daarmee probeert de duivel natuurlijk mensen van die goede weg af te leiden. Lees Bunyan de Christen. Hoe vaak is Christen die van de goede weg afgedwaald? En dan wordt het wel eens moeilijk. Ja. Verdrukking. Dat je niet die baan krijgt die je graag wilt. Dat mensen achter je rug om allerlei dingen van je zeggen. En dat je merkt van, ja, die weg van de leidzaamheid, die weg van dat geduld, dat is ook een pijnlijke weg. En dat verstrijdt. En weet u,
wat dan onze natuurlijke neiging is om terug te slaan. Iemand doet jou lelijk en dan probeer je iets te bedenken. Dan denk je van, nou, ik zal er wel een keer. Een heel normaal mechanisme. Maar ook een heel slecht mechanisme. De Heer Jezus deed anders. Die als een gescholden werd, niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Geduldig. Geduldig die weggaan. Geduldig de plekken nemen in de kerk waar God je geplaatst heeft. Geduldig bidden om Gods leiding in je leven. Met alle pijn die het met zich mee kan nemen. Met alle zorgen die het met zich mee kan brengen. Leidzaamheid. Standvastigheid en leidzaamheid. En zo werden die mensen een voorbeeld. Het was als ware God van de heiligen zei, kijk, dat zijn nou mijn kinderen. Zie je dat? Ziet Satan? Het hele boek Job, hè? Met die enorme diepe weg van Job. Dat heeft maar één bedoeling. En dat is om de Satan nou eens goed en grondig te leren dat God genade overeind blijft. En wat de duivel ook uit de kast haalt. God houdt zijn genade uit zijn knecht staande. Want het was een twistgeding tussen God en de Satan. En zei de Satan, ja, maar Job die dient de Heer omdat hij veel schapen heeft, veel spullen, een mooi gezin, een prachtig. Ga je gang, Satan, ga je gang. En dan laat God zien dat die genade Gods wereldoverwinnend is. Voorbeelden. En zo ook vandaag, gemeente. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De Heer heeft ons geen makkelijke weg beloofd. Maar wel een zekere uitkomst. Wat zal het dan zijn als we straks in de heerlijkheid mogen aankomen? En de apostel Paulus zegt, ik draag de tekenen van het lijden in mijn lichaam. Ziende op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. Om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen de schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Dat heilswoord aangenomen, nagevolgd, voorbeeld. Daar heb u van de week iets om over na te denken. Amen.